De Vereniging van Sikkelcelpatiënten heeft in het kader van de Internationale Sikkelcellendag, die op 19 juni is herdacht, hulp geboden aan de drieling Pobossi. Vader Miko Sabi Dingel en moeder Naomi Pobossi zijn de ouders van een drieling die inmiddels anderhalf jaar zijn. De drie jongens zijn allemaal sikkelcelpatiënten. De vereniging heeft vandaag aan de familie een ijskast en een levensmiddelenpakket gedoneerd. De ijskast is broodnodig voor het koelhouden van de medicijnen van de jongens. John Codrington, voorzitter van de Vereniging van Sikkelcelpatiënten, zegt dat met deze donatie de vereniging de kwaliteit van het leven van de kinderen wil verhogen. We waren op de hoogte van een drieling welke ongeveer anderhalf jaar geleden geboren was. En helaas bleek al heel kort na de geboorte dat alle drie kinderen uit van die drieling dus sikkelcellen hadden, een sikkelcelanemie, de ernstige vorm. Bleek ook nog dat alle twee vorige kinderen van mevrouw Pobossi ook sikkelcel hadden. Dus ze zat met vijf kinderen, een jonge vrouw van nauwelijks 25 jaar. En we wisten dat het heel zwaar voor haar is. Zeker in deze tijd waar we onze kinderen goed moeten voeden. En ze had dus geen beschikking over een koelkast om ook de medicijnen van haar kinderen koel te kunnen bewaren. En dat is een beetje het initiatief geweest waardoor een aantal mensen uit de samenleving, de Surinaamse samenleving, een donatie hebben gedaan. En het heeft ertoe geleid dat we dus een koelkast voor deze jonge dame hebben kunnen kopen. Ik had een vriezer, daar ging ik hun medicijnen bewaren. Belangrijk medicijnen van ze, want ze kunnen niet zonder medicijnen. Dus ik ging het in de vriezer bewaren. Toen zei dokter Colin van luister, als medicijnen al in de kast zijn gegaan, in de vriezer zijn gegaan, is het niet meer goed. Is de kracht al ervan gebroken. Dus wij als organisatie van Sikkelcel, we komen met een ijskast op je, dat je je medicijnen daar kan bewaren. En dingen van die kinderen die ze moeten eten, daarin kan bewaren. Dus niet meer in de vriezer. Codrington zegt dat de vereniging ervoor wil zorgen dat mensen in moeilijke tijden het hoofd boven water kunnen houden. Het is echter niet de bedoeling dat de vereniging in alle noden van de sikkelcelpatiënten voorziet. Dus we hebben bijvoorbeeld nu al mensen uit de samenleving die zeggen van wij willen drie maanden lang bijvoorbeeld een financiële bijdrage of we willen een voedselpakket geven. Wij als Sikkelcelstichting kijken naar de dingen die waar we zeggen van hey, hier is er te weinig aandacht voor. We gaan bijvoorbeeld een project starten om alle mensen die sikkelcellen hebben, sikkelcelanemie, om ze te voorzien van een thermometer. Dat project loopt op dit moment, omdat dat een van de eerste dingen is waar wij mensen mee opvoeden om te zeggen als het kind een hoge temperatuur heeft, ga en zie de dokter. Blijf niet langer thuis wachten. Heel ironisch is het dat hetzelfde geldt ook voor COVID. Ja, als je temperatuur omhoog gaat. Dus je ziet, als je zo'n instrument thuis hebt, kun je het voor meerdere dingen gebruiken. En dat zijn de activiteiten die we wel zullen gaan ondernemen. Maar het is dus niet zo dat wij de taak van de overheid of zo zullen gaan overnemen. Want we vinden dat het een overheidstaak is om mensen die in nood zijn, om ze te ondersteunen. En zeker als het gaat, deze mevrouw heeft bijvoorbeeld huisvesting nodig. Vijf kinderen in een heel slecht behuis omgeving waar ze zit. Nou, wij kunnen mensen niet aan een huis helpen. Maar we kunnen mensen wel helpen om terwijl ze in die slechte situatie zitten, om het hoofd boven water te houden. John Codrington, voorzitter van de vereniging Sikkelcelpatiënten in Suriname. Wij spraken hem in verband met de donatie van een koelkast aan de familie Pobossi.